Mijn naam is Berit John van Rijnswijk. Ik heb een huisartsenpraktijk. En ik ga in deze podcast vertellen hoe die shit werkt. Ik hoop dat het misschien kan inspireren. Een reden om huisarts te worden was op de basisschool. Ik was in een boom geklommen en ik was uit die boom gevallen. Het was niet zozeer dat ik echt zeker wist of zo dat ik iets gebroken had. Mijn moeder nam mij mee naar de huisarts. Gewoon te checken, toch, je weet. En hij was gewoon één chille kerel. Een mooi pandje, gewoon lekkere wagen. Hij was gewoon een vibe, zeg maar. Ja, het was niet echt dat ik toen zeker wist van oké, ik wil huisarts worden. Maar het was wel een soort gevoel van oké, dit kan. Dus ben ik eerst gewoon middelbare school gegaan. Wat een soort tutorial is, zeg maar dan 6 jaar. Ben ik gaan studeren. Helemaal niet met auto of zo. Gewoon met fiets naartoe. Dat is een giant volgens mij. Veer in de voorvork, veer in de achtervork. Gelzadeltje. Gewoon best wel agile fietsje, zeg maar. En toen ben ik kooschap gaan lopen. En nu heb ik zeg maar eigen praktijk hier zo in Leidsterrein. Maak best wel gewoon prima geld. Doe nog wel een beetje traden. Een beetje dropshippen. Maar stacks bouw ik gewoon met mijn praktijk, zeg maar. Voor mij werkt dat heel goed. Ja, ik hoop dat het misschien kan inspireren of zo. Later.